Terwijl de meeste hondenrassen vrij nieuw zijn en dateren uit de 19e eeuw, zijn sommige hondenrassen oeroud. Hun ontstaan gaat terug tot de oude beschaving op aarde. Vandaag gaan we nader kijken naar rassen als de stuntende poedel, de gracieuze Perzische windhond, de koninklijke windhond en op nummer 1 staat het meest mysterieuze oude hondenras. Blijf dus kijken, want anders mis je het misschien. Amazing! Woohoo! 10. Poedel. Hoewel we poedels vaak als een Frans ras beschouwen, blijkt uit onderzoek dat poedels eigenlijk in de 15e eeuw in Duitsland zijn ontstaan. Men heeft zelfs poedelachtige afbeeldingen teruggevonden op Egyptische en Romeinse artefacten. En uit die gegevens zou blijken dat poedels ongeveer 2000 jaar oud zijn. Dat is oud! Poedels zijn misschien wel het oudste ras dat werd gekweekt voor de jacht op watervogels. Hoewel poedels er zeer elegant en stijlvol uitzien, zijn het honden met een doel en zijn ze geëvolueerd om te worden gebruikt als metgezellen tijdens de jacht. Als je een poedel hebt of van plan bent er een te kopen, moet je er daarom voor zorgen dat ze goed worden afgericht en zowel geestelijk als lichamelijk worden gestimuleerd. Anders kan een poedel destructief worden en psychologische problemen ontwikkelen. Je herkent misschien de aparte manier waarop de vacht van een poedel is gestaald en getrimd. Het heeft een doel. De vacht is ontworpen om het gewicht van de ledematen van de hond te ontlasten, zodat hij niet te zwaar wordt als hij in het water gaat. Onze volgende hond lijkt op een miniatuur leeuw en ook hier zit een legende achter. 9. Chow Chow. Je hebt het goed geraden. We weten dat Chow Chows oeroud zijn omdat ze zijn teruggevonden in grafvoorwerpen uit de Chinese Han-dynastie. De Chow Chow is een van de weinige rashonden die een blauwe tong hebben. Er wordt gezegd dat toen Boeddha de hemel blauw schilderde, een Chow Chow aan zijn penselen likte en zo een blauw gekleurde tong kreeg. De Chow Chows zouden 2000 tot 3000 jaar geleden in China zijn ontstaan. Dat klopt ook met de datum van de legende van Boeddha, want die zou 2500 jaar geleden geleefd hebben. Chow Chows staan bekend als zeer schone honden en zijn zo zelfstandig dat ze meer op katten dan op honden lijken. Chow Chows werden in de oudheid gebruikt als jachthonden en ook als sledehonden, dus ze kunnen behoorlijk fel zijn. Daarom is het goed om Chow Chows van jongs af aan veel te laten socialiseren, zodat ze niet hun oude strijdlustige karakter ontwikkelen. Het is opmerkelijk dat Marco Polo, de beroemde ontdekkingsreiziger, Chow Chows beschreef en het feit dat ze net zo fel vochten als hun eigenaars. 8. Alaska Malamute. De Alaska Malamute is de oudste sledehond op aarde. Ze stammen rechtstreeks af van wolvenroedels die samen met paleolithische jagers de Beringstraat overstaken en 4000 jaar geleden Noord-Amerika bereikten. De Alaska Malamutes zijn dus hardwerkende honden die door de Inuit werden ontwikkeld om zware sleden over lange afstanden met lage snelheid te trekken. Ze hebben een groot uithoudingsvermogen. De naam Alaska Malamute is afkomstig van het Malamute-volk die Inuits waren en delen van Noordwest-Alaska bewoonden. De Malamutes zijn zo vriendelijk dat ze slechte waakhonden zijn, omdat ze gewoon gezellig met iedereen omgaan en zelden blaffen. Maar als oude werkpaarden trokken ze niet alleen ladingen, ze beschermden hun eigenaren ook tegen ijsberen en hielpen zeehondenjagers bij het vinden van zeehondenholen. Het is ongelooflijk hoe sterk de Alaska Malamutes zijn. Een volwassen Malamute kan een gewicht van 500 tot 1500 kilo trekken. Wat een geweldige hond! Volgende hond op onze lijst staat in het Guinness Book of World Records omdat hij het snelste hondenras is. 7. De Perzische windhond. De Perzische windhonden hebben een geschiedenis die meer dan 5000 jaar teruggaat. Afbeeldingen van Perzische windhonden zijn gevonden op graven die 6000 jaar oud zijn. Voorouders van de Perzische windhonden werden gefokt in het geografische gebied dat bekend staat als de Vruchtbare Sikkel. Dit is dezelfde plaats waar de mens voor het eerst met landbouw begon. Sindsdien zijn de Perzische windhonden de lievelingen van de koningen in het hele gebied. Ze stonden ook bekend als de koninklijke honden van Egypte en werden in graftombes gemumificeerd teruggevonden. De Perzische windhond is een groot jager en dat is één van de redenen waarom deze hond de favoriet is van mensen in de hele Arabische wereld. Hoewel honden in de Arabische cultuur van oudsher als laagwaardig werden beschouwd, genoten de Perzische windhonden traditiegetrouw een hoge status onder de stamhoofden en waren ze even geliefd als de edele Arabische paarden. De lange traditie van de jacht met de Perzische windhonden is in het Midden-Oosten zelfs tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Perzische windhonden hebben een onafhankelijke aard en persoonlijkheid, deels omdat zij zo snel rennen en de mens hen niet kan volgen. 6. Basenji. De Basenji is een ander oud hondenras dat dateert van voor de opkomst van de landbouw. We weten dit omdat de Basenji slechts 2 genen heeft die hem in staat stellen zetmeel te verteren, in vergelijking met honden die na de uitbreiding van de landbouw kwamen en maar liefst 29 van dezelfde soort genen hebben. De Basenji is een jachthond uit de vlakte van Afrika die voor het eerst door de Europeanen in de Congo werd geïdentificeerd. Basenjis kunnen razendsnel op en neer springen en een prooi lokaliseren in de hoge grassen van het Afrikaanse grasland.
Daarom betekent een van de namen van de Basenji in de plaatselijke taal van de Congo de hond die op en neer springt. De Basenji gebruikt zowel zicht als reuk om een prooi te lokaliseren, in tegenstelling tot de Perzische windhond die vooral op zijn gezichtsvermogen vertrouwt om zijn prooi te lokaliseren. Basenjis houden zich graag blinkend schoon door zichzelf te likken, net als een kat. Ze hebben ook een onafhankelijk karakter dat meer katachtig dan hondachtig is. Basenjis kunnen niet echt blaffen zoals moderne honden, ze jodelen. De volgende is het enige oude hondenras dat in de Bijbel wordt genoemd. Kan je raden welk ras het is? 5. Windhond. Hoe cool is het feit dat de windhond het enige hondenras is dat in sommige versies van de Bijbel wordt genoemd en wordt beschreven als één van de 4 statige dingen om te bezitten? Bij een opgraving in de antieke stad Tel Brak werden skeletresten van een windhond gevonden die 4000 jaar oud werden geacht. Schilderijen van honden die lijken op windhonden zijn gevonden op grotmuren van 8000 jaar oud, waardoor hun reputatie als een van de oudste hondenrassen wordt bevestigd. Vanwege hun snelheid werden windhonden gewaardeerd als jachthonden. Ze werden vaak gebruikt voor de jacht op wild, zoals herten, hazen en vossen. Tijdens de middeleeuwen werden de windhonden bijna uitgeroeid in Europa en werden ze in leven gehouden door geestelijken die ze begonnen te fokken voor de adel, aangezien ze een favoriet werden van de aristocraten. Hoewel windhonden snel zijn, hebben ze een laag uithoudingsvermogen, zodat ze na een renpartij snel moe worden. 4. Afghaanse windhond. De spectaculaire Afghaanse windhond is een hond afkomstig van het onherbergzame terrein van Afghanistan. Het is een ras dat minstens 8000 jaar oud is en sterk onafhankelijk en teruggetrokken is. Dit maakt hem moeilijk te trainen omdat ze niet zo gehoorzaam zijn. De Afghaanse jachthond is nauw verwant aan de Perzische windhond en staat bekend als Tazi in de Afghaanse taal. Afghaanse windhonden staan bekend om hun elegante uiterlijk. Hierdoor zijn Afghaanse windhonden zeer geliefd. Wereldwijd zijn veel Afghaanse windhonden uitgeroepen tot de beste in hondenshows. Ondanks zijn opzichtige uiterlijk is de Afghaanse windhond uitstekend geschikt voor de bergachtige streken van Afghanistan en zijn poten zijn goed bekleed voor een hele dag jagen. Het is moeilijk om de Afghaanse windhond te trainen vanwege zijn lage gehoorzaamheid en lage intelligentie. Het is zelfs zo dat ze in een groep van 138 honden het laagst gerangschikt werden voor intelligentie. Dit maakt het super moeilijk om hen trucjes aan te leren. 3. Groenlandse hond. De Groenlandse hond is de enige hond die in Groenland is toegestaan of die in Groenland mag worden ingevoerd. Dit ras maakt zo'n groot deel uit van het Groenlandse erfgoed dat de plaatselijke bevolking er alles aan doet om de zuiverheid ervan te bewaren en de kennis over de Groenlandse honden veilig te stellen. Het ras wordt geacht ongeveer 9500 jaar oud te zijn en heeft zich in die periode niet vermengd met wolven, in tegenstelling tot andere honden in de regio. Honden zouden 4000 jaar geleden in Groenland zijn geïntroduceerd. De Groenlandse hond werd, net als de Eskimo-hond, in verband gebracht met de voorouders van het Thule-volk dat vanuit Siberië naar Groenland migreerde. Net als zijn neven is de Groenlandse hond een krachtpatser die zwaar gebouwd is en urenlang in de sneeuw kan werken. De populatie is in veel regio's sterk afgenomen als gevolg van de afname van voedsel in het Noordpoolgebied door de opwarming van de aarde en het verdwijnen van leefgebieden van nomaden in de regio. 2. Akita Inu. In 1962 werden 2 sets hondenresten ontdekt in de Kamikuroiwa Rock Shelter Site in de Ehime-prefectuur in Japan. Deze hondenresten werden gedateerd ten tijde van de Jomon-periode in het oude Japan, die duurde van 14.000 voor Christus tot 300 voor Christus. Deze honden lijken op de moderne Akita Inu en er kan worden gezegd dat zij de voorouders zijn van de Akita. De Akita stamt af van honden die lange tijd in de bergachtige gebieden van Japan hebben gewoond. Misschien wel de beroemdste Akita is Hachiko, wiens hartverscheurende verhaal in de jaren 1930 viraal ging en de ster was van de film met Richard Gere. Als je het verhaal nog niet kent, Hachiko zette zijn meester elke dag af aan het station en wachtte op hem tot hij terugkwam van zijn werk. De meester van Hachiko stierf op een dag aan een hersenbloeding en kwam nooit meer terug van zijn kantoor. Hachiko bleef echter 9 jaar lang elke dag aan het station wachten op de terugkeer van zijn baasje. Onze volgende hond op de lijst is een schitterende hond uit het legendarische verboden land van de sneeuw. 1. Tibetaanse Mastief. De Tibetaanse Mastief is de ultieme waakhond op onze lijst. De Tibetaanse Mastief is omgeven door zoveel mysterie en komt uit een al even geheimzinnig land dat niemand eigenlijk weet hoe oud dit ras is. Gezien het feit dat Tibet eeuwenlang was afgesloten voor buitenstaanders en super geïsoleerd was, waren de omstandigheden ideaal voor de Tibetaanse Mastief om te evolueren tot zijn legendarische verschijning. Het is een van de weinige honden die geëvolueerd is met monniken tijdens het bewaken van de toegangspoorten van kloosters. Omdat ze opgegroeid zijn op grote hoogte, kunnen deze honden met gemak omstandigheden zoals hypoxie vermijden die andere honden kunnen beïnvloeden. Vanwege zijn robuustheid en kracht wordt de Tibetaanse Mastief vaak vergeleken met andere legendarische dieren van de hoogvlakte zoals de jak, de sneeuwluipaard en het wilde zwijn.
De Tibetaanse mastief is terughoudend en onafhankelijk, wat goed samengaat met zijn kwaliteiten als waakhond. Ik hoop dat je hebt genoten van de reeks hondenrassen uit het verleden. Welke hondenras zou jij kiezen om je te verdedigen en waarom? Laat het me weten in de comments hieronder en zorg ervoor dat je terugkomt voor je dagelijkse dosis informatie en plezier.